De Widow is dus hier zo. En dit is onze kleine Magnemite. Nou, dit is echt wel de kleinste Magnemite in heel de wereld. Hij is gewoon even groot als de prikpunt van de staart van onze Weedle. What the fuck? Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag lekker verder met de Pixelmon serie. Heb jij er vandaag weer zin in? Klik natuurlijk alvast even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Ik ben maar meteen naar de Deoxys-plek getipeed. Dat heeft natuurlijk alles ermee te maken dat het natuurlijk nu nacht is. En of course willen wij natuurlijk nog wel die Legendary hebben, de Deoxys. Ik heb ook nog maar één Master Ball. En wat ik dus al wel zag ook in de reacties, was dat iemand zei van, yo Duff, ik hier gewoon even lekker ondertussen ga trainen. Ja, dat lukt mooi zo. Duff, ik denk dat je toch echt weer op de Mob Tower eventjes bezig moet gaan en hopen op Master Ballen. Want mijn ervaring, en die ervaring die de persoon acht niet, kan ik met hem delen, is als volgt met de Regirock, Ice Steel, Gigas, bla bla bla. Ze doen allemaal vaak self-destruct. Kortom, als je geen Master Ball hebt en je weet ze anders lood te krijgen, wat dan ook, de kans dat ze zichzelf opblazen is enorm groot. De kans dat je ze dan überhaupt nog kan vangen is nog kleiner. Want ja, dood is dood. Dus misschien moet je daarvoor gaan. Ik moet zeggen, dat is inderdaad een hele goede tip. En ja, daar heb je inderdaad ook een punt van. Dat zou ik eigenlijk inderdaad moeten doen. Maar ja, zoals je ook weet, ik heb ze op dit moment niet. Ja, ik heb er nu eentje. Maar ik ben daar zeker me bewust van, om zo maar te zeggen. En ja, ik weet ook echt dat ik op zich nog wel masterballen nodig ga hebben. We moeten alleen even gaan kijken hoe wat allemaal. Laten we nu eens kijken of we natuurlijk vandaag de Deoxys kunnen pakken. Er is trouwens ook een reactie achtergelaten over wat ik nou moet doen bij de Infernape. Om die het zeg maar naar zijn zin te maken. Dus dankjewel natuurlijk ook daarvoor. Daar gaan wij, als het straks sowieso overdag pas is. Want ik vind zonde om natuurlijk nu dat te gaan doen. Als het natuurlijk straks overdag is, ik wil zeggen morgen, wauw. Dan kunnen wij natuurlijk daar ook nog even mee bezig gaan om te kijken of wij in ieder geval het hun ook naar hun zin kan maken. Met name wat ik al las was, ik moet dingen in de fik zetten en iets met anvils neerzetten. Noem het dan maar op. In ieder geval gaat het allemaal goed komen. Maar laten we eerst even kijken of wij vandaag misschien wel een Deoxys kunnen laten spawnen. Wat natuurlijk enorm fijn zou zijn. Want dat is natuurlijk wel een Pokémon die ja toch wel gewild is, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, hij ziet er fucking ziek uit. Ik heb hem, dat is die Jirachi. Nogmaals, als ik de naam verkeerd uitspreek, I'm sorry. Die we trouwens nog steeds niet hebben gelocated natuurlijk. Vind ik trouwens ook wel een hele, hele zieke Pokémon, om zo maar te zeggen. Dus ik ben er wel benieuwd naar om die ook nog eens een keertje dus te gaan krijgen. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, moet eerst natuurlijk al die shit wel eens een keertje spannen. Wat ik trouwens ook zag in de reacties, want ik wist het namelijk niet meer. Was dat mensen zeiden, Duffy, je mocht jouw Electrify naar level 25 zetten. Of in ieder geval inspannen. Was ik even vergeten dat ik ze inderdaad dan naar level 25 zou zetten. Maar goed, weet je, ik heb hem dit keer vanaf level 1. Wat maakt het uit? Je ziet nu hoe snel het gaat. Ik heb gewoon even die Lucky Egg opgezet. En je ziet eigenlijk meteen, ja, dat is nu al level 19. Dus ja, aan de andere kant, hij wordt eigenlijk alleen maar sterker als ik natuurlijk vanaf level 1 heb. Dus ja, wat maakt het uit wat dat betreft? Helemaal niet zoveel. En ondertussen zitten wij nu gewoon lekker te killen. Ik zag trouwens ook in de reacties staan, ja mensen, reacties, die zijn altijd vol van jullie reacties. Met jullie reacties. Wat ik trouwens, even oprecht mensen, enorm fijn vind, want daardoor haal ik ook weer nieuwe ideeën eruit en dit en dat, noem het dan maar op. Dus ik vind het super awesome. Iemand zei, Duffy, aangezien je nu 3 Mews hebt, dat betekent dat je 9 Chargers hebt. En ik weet niet of ik dan ook daadwerkelijk 9 Chargers heb, want ik heb natuurlijk al eens een keertje 1 Mew gebruikt om een Mewtwo te maken. Of die andere heb ik natuurlijk ook een keer een beetje gebruikt. Maar iemand zei, ja, omdat je die natuurlijk nu hebt, kan je ook gaan voor 9 nieuwe Ditto's. En 9 nieuwe Ditto's zou ook kunnen betekenen dat er een Shiny Ditto tussen zit. En natuurlijk is die kans enorm klein. Maar ik vond het wel leuk om te proberen. En nogmaals, ik weet dus niet of al mijn Mews nu opnieuw 3 charges hebben dat ik een nieuwe wereld heb. Niet dat het op zich heel veel uitmaakt. Kijk, ik heb zoiets van, joh, als we er al maar 1 hebben en we kunnen misschien een Shiny Ditto maken, waarom zullen we dat niet gewoon gaan proberen? Dus ik moet zeggen, ik vond het een superleuk idee om ook nog te gaan proberen. Dus sowieso gaan we alle charges van de Mew gebruiken. Dan hoor ik mensen bijna ook meteen van zeggen van, Duffy, probeer dan een Shiny Mewtwo te maken. Het zou ook kunnen. Maar ik denk dat dat te hoog gegrepen gaat worden. Dat we echt een eenie mini Magnemite hebben. What the fuck? Kijk hoe enorm klein deze Magnemite is. Holy freaking shit. Die wil ik hebben. Die wil ik oprecht hebben. Wauw. Hij is zo eenie mini dat ik denk van, deze moet ik gewoon hebben. Maar wat ik dus wil zeggen, ik zou inderdaad ook kunnen gaan voor een shiny, bewijzen van een shiny Mewtwo. Alleen denk ik van, ja, ik denk zelf dat de kans groter is op een shiny dit dan een Mewtwo. En natuurlijk, de kans op een shiny is allemaal even klein. Alleen, ja,
dan heb je natuurlijk nog het legendary effect bij, waarvan ik denk van dat zou toch nog extreem veel rijder moeten zijn. Dus maar goed, in ieder geval zien we allemaal wel mensen. We zijn nu eerst in ieder geval bij deze aflevering. En we hebben nu een mini Magnemite gevangen. Wat ik best wel ziek vind ook. Eens even kijken naar, naar deze Magnemite. Even kijken hoor. Magnemite, hij is Growth Pygmy. Geen idee. In ieder geval, hij is humongous klein. Moet je opletten. En hoppatee. Oh. En dan als voorbeeld, als we bijvoorbeeld onze Weedle erbij in zouden gooien. Kijk. Weedle is dus zo. En onze Magnemite. Kom hier, fucking Magnemite. Tering. De Weedle is dus hier zo. En dit is onze kleine Magnemite. Nou, dit is echt wel de kleinste Magnemite in heel de wereld. Hij is gewoon even groot als de prikpunt van de staart van onze Weedle. What the fuck? Nu hoor ik jullie denken, ja maar Duff, wat ga je dan in godsnaam met je Magnemite doen? Ja, niks. We hebben natuurlijk ook nog Riolu liggen, fucking hell. Iedere van deze doen we even terug hier op het en we maken deze ook even kapot. Het is nog heel even nacht, hoewel het begint nu dan dus te worden. En dan gooi ik hem toch nu liever snel eventjes op de... op de Raikou, aangezien hij natuurlijk in dan dus gespant. Dan weet ik ook natuurlijk dat ik ook gewoon daar kon blijven voor een Regirock uit mijn hoofd. Maar ik bedoel, als ik hier de kans heb dat ik misschien hier wel zelfs een Raikou kan krijgen nu op dit moment. Waarom zullen we dat niet gewoon proberen? Ik bedoel, ja, je moet ook een beetje keuzes maken. En je moet ook gewoon een beetje de kans natuurlijk verspreiden. Terwijl we hier natuurlijk de Emboar tegenkomen die we een tijdje terug echt lang aan het zoeken waren. Dat we hem niet konden vinden. En nu vind je hem natuurlijk gewoon in één keer zo van, yo, ik ben hier naar je op zoek. Oh, ik ben hier hoor. Echt, fuck off. Terwijl ik heel even dacht van, oeh, want er kwam een zin in beeld. Maar dat is natuurlijk een hele andere zin. Dus een beetje getrold, maar goed, maar niet uit. En zin gaat alsjeblieft uit beeld. Inderdaad, hoppakee. Oh, onze Fortress staat nog in de fik. Oké, okay. Dat kan ook. Ik weet niet waarom. Die zien we zo wel even 61. Is best wel een tankel aan het worden. Ben ik wel blij mee. Valt dit nog onder Dawn Dusk? Ja, voor mij wel. Want ik zie, voor mij is dit nog net... Ik vind wel dat dit nog onder Dawn Dusk valt. Fuck it. Waarschijnlijk nu inmiddels niet meer. Maar goed, weet je. We hebben in ieder geval wederom ons best gedaan om te kijken of wij misschien iets tevoorschijn konden krijgen van een Legendary. Het ziet er uit van niet, maar we hebben op zijn minst ons best gedaan. Dat betekent dat we nu gewoon door kunnen gaan met het feit dat wij natuurlijk nu bezig gaan met sowieso even het ei goed te krijgen. In ieder geval proberen om dat goed te krijgen. En we moeten natuurlijk ook naar de bosstouw toe. Oh, vergeet ik ook weer bijna. Om natuurlijk eventueel monsterballen te krijgen. We kunnen natuurlijk ook vanuit daar nog wel even keihard trainen, maar... We hebben nog weer genoeg te doen. Wat ik trouwens wel nog steeds naar vind, is dat ik nog steeds geen gym ben tegengekomen. Nee, ik heb natuurlijk nu de laatste tijd ook niet meer rondgevlogen. We moeten trouwens ook nog die Legendary in kaart brengen. Fuck! We moeten nog zoveel doen. Hoe kan dat toch? Mensen, hoe kan het nou toch keer op keer dat elke keer heb ik... Pixelmon ben ik iets aan het doen. Heb ik het afgerond. Staan de volgende lijst alweer klaar. Echt, ik begrijp er helemaal niks van hoeveel ik wel niet moet doen. Maar goed. We moeten ook nog die Legendary in kaart brengen. Maar wat wou ik ook weer net zeggen? Ah, ik weet het nu al niet meer, joh. Ik weet het dan niet meer. Maakt helemaal niet uit. Goed, wat ik even ga doen nu, is eerst even kijken of wij dus nu hier onze Infernape en alles happy kunnen maken. En daarvoor moet ik heel veel door de reacties gaan kijken, want... Tycho liet de reactie achter. Was dat Tycho dan? Ja, Tycho liet de reactie achter. Ja, oké. Okay. En Duffy, voor die Infernape, je moet de helft van het Netherrack weghalen. Alleen zorg ervoor dat één randje van de Netherrack aan de buitenkant... Wat aan de buitenkant staat, steek al het netherrack in de fik. Vervang het open stukje gehakte grond met stone bricks. Zet een paar envers neer en voilà. Infernape voelt zich fijn. Misschien moet je alleen nog wat hekjes neerzetten om dit te doen. Maar ja, dus wat hij dus nu zegt is dat ik dus dit allemaal weg moet halen zo. Dat ik dit moet gaan opvullen met stone bricks. Wat? Wat? Maar lijkt dit ook? Misschien moet je even aan de kant gaan. Nou ja, goed, weet je, fuck it. Steek dit vast in de fik. Dit oh. Ja, nee, dat staat lekker in de fik. Dit oh. Ja, sorry, ik kan mij niet heel veel boeien. Vind je dit al beter, Infernape? Oh. Infernape, vind je dit al beter? Nog niet helemaal. En dit oh daarentegen, die heeft vast wel een feeling. Dino, wat? Dit oh vindt het wel iets beter. Stone bricks werd gezegd, right? Stone freaking bricks. Heb ik hier überhaupt steen? Tuurlijk heb ik geen steen. Mensen, ik ga even iets doen. Waar jullie misschien wel helemaal niet mee eens zullen zijn. Maar toch ga ik het doen. Ik doe even dit. Game mode 1. Oh nee. Nee, wacht. Ik moet deze hebben. Maar mijn huis flikt af. Oh nee. Hou op. Oh nee.
Ja, mensen, ik weet dat ik zit in game mode, want ik ga dit eventjes gewoon vanuit game mode doen, om zo maar te zeggen. En waarom vraag ik dan misschien af? Nou, dat is vrij simpel. Ik heb zoiets van, ik kan dit nu allemaal wel gewoon niet in game mode gaan doen. Maar dit zijn fucking stone bricks die ik... Ja, oké, ik pak daar nu wel net de rek. Ik heb net ook wat weggeslagen. Maar ik bedoel van, ik heb net gewoon... Oh, waarom hangt die vast? Jongens, ik vind het niet fijn. Oké, goed zo. Oké, ik kom tot en met hier. Wat ik even nu snel ga doen is heel even snel hier een randje neerleggen. Ik heb net netherrack weggegooid. Nou goed, span ik het nu weer even in om zomaar te zeggen. Fuck it. Gaan we lekker helemaal niet moeilijk over doen. Ben je het niet mee eens? Dan ben je het er lekker niet mee eens. Mocht je weer per se op de achtergrond beginnen te horen te zz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 z. Dan weet je natuurlijk waardoor dat komt. Dat komt natuurlijk door het feit dat de waterkoeling aanstaat. En die is er nu lekker hard aan het koelen. Dus maak je daar geen zorgen over. Dat komt allemaal goed. Ook even die dit tot eruit moet hebben, want die staat heel erg in de weg op het moment. Hop, hop, hop. Dat is mijn waterkoeler. Die, wat ik al vaker zei, ga je nog wel vaker horen. De zomer. Want ja, warm en shit. En per se be like. It's getting hard, hard, hard. Oké, oh. Even kijken of dit beter gaat. Dit zou waarschijnlijk ook allemaal nog wel in de fik gaan vliegen. Maar I don't give a fucking damn. Hoppatee, hoe voel jij je nu? Ga even weg. Oké. Hoppatee, dikke vette shoutout natuurlijk hiervoor naar Tigo van Tigo van G noem ik maar even. Ik weet niet of je per se wil dat ik je achternaam noem, maar dat staat er gewoon bij. Maar houd dat helemaal niet door, joh. In ieder geval dikke shoutout naar jou. Wat we dus hebben gezien, mensen, is dus dat dit werkt. Het is gewoon hier wat stenen zetten, dit in de fik zetten en hoppatee, het werkt. Ik ga daarvoor nu ook wel even uit game mode. Nee, wacht eventjes. Kijk, dit is natuurlijk één probleem wat we hier nog wel zullen hebben, zo. Dat natuurlijk daar de boer misschien wel in de fik vliegt. Dus wat ik nog even doe is even dit zo. Even hier wat van dit neerflikkeren. En ja, mensen, I know, ik zit nog steeds in game mode. I know. Maar goed, dit zijn van die kleine dingen. Dat maakt helemaal geen fuck uit. Ik hoop dat het in ieder geval goed gaat zo. Wij gaan weer uit de game mode. En waarom ik dit natuurlijk heb gedaan, is puur alleen om het feit dat ik zoiets heb van... Ja, ik kan hier dus heel veel moeite voor gaan doen en het laten omsmelten en daarop gaan lopen wachten. Ik kan het ook gewoon even zo inspannen. Want ja, is zo'n kleine moeite wat dat betreft. Fuck it, we doen het gewoon even. Dat geldt dan waarschijnlijk ook op deze manier voor de Typhlosion. Dat hij zich ook op die manier... Voelde die zich heel de tijd al gewoon Gucci? Oké, blijkbaar voelde die zich heel de tijd al Gucci, dat wist ik niet. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Dit gaat ook nog steeds goed, toch? Jij vindt dit ook nog steeds Gucci? Ja, oké. Swampert heeft natuurlijk al wel een ei toen achter. Ik moet echt even op gaan letten hoe en wat allemaal. Wacht eventjes, zeg. We hebben inderdaad nu al een Mudkip, maar we moeten dus inderdaad nog een ei hebben voor de... Oké, dat klopt. Die hebben we dus nu af, die zijn we mee bezig. Die nog niet, want die moet ook dat moeilijk... Oh, die moet ook een moeite daarvoor doen. Alright. Dat is dan ook gedaan. Dan... Moeten we alleen nog een baby daarvan hebben. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. Moet ik daar nog een baby van hebben. Dat is nu ook niet aan de orde. We liggen volgens mij op schema. Fucking hell, wie had dat gedacht? Holy moly zeg. We liggen gewoon op schema. Ik ga ondertussen wat dingen weggooien. Waarvan ik denk van ja, sorry, ik ga het toch allemaal niet gebruiken. En hartstikke leuk dat ik het krijg. Maar ik doe er niks mee. Zo, hoppatee, dan flikker even lekker allemaal daarheen. Wat we dan denk ik nu toch gaan doen. Is toch een moeilijke keuze wat we moeten gaan doen. Want... toch best wel veel iron hebben, holy shit. Dat is goed voor de Mews trouwens. Om natuurlijk dit dus ervan te maken. Dus hey, dat is alweer een kleine win-win situatie. Het zit op dit moment zo. Ik zit natuurlijk met twee struggles. En de struggles zijn als volgt. Ik moet en masterballen hebben. En ik moet natuurlijk wat dat betreft ook nog een legendary biome vinden. Dat zijn, hoe je het ook bent of keert, dat moet gebeuren. Alleen... Niet nu, I guess. Ik denk zo van, laten wij nu anders maar afvatjes op een boss tower gaan staan of iets. En vanuit daar bezig gaan, dan iets anders doen. En dan heb ik nu deze orb over en we hebben nog veel meer orbs ergens liggen, maar fuck it. We hebben nog een extra thunderstone. Laten we gewoon even deze orb gewoon eventjes weer een thunder orb van maken voor natuurlijk een... Nou nee, wacht eens eventjes. Ho. Dat dacht ik dus even niet. Het is veel moeilijker om die natuurlijk te fixen. Weet je wat, we maken wel even gewoon een Firestone. Hoppatee. En dan gaan we die Firestone, kunnen we daar gewoon in ieder geval een Moltres orb van maken. En dan, die vind ik toch makkelijker blijkbaar dan een Zapdos dingsgeval. Hoppatee, doen we het gewoon even lekker zo. Gaan we deze in ieder geval gewoon bij ons hebben. Voor het geval als, dan kunnen we hem in ieder geval vullen. En dan gaan wij nou eventjes naar T toe, dat is Top Tower, hoppatee. En ja, dan gaan we hier nog maar heel even snel wat met onze Drag... Nee, niet Dragonite, met onze Tyranta. Gaan we hier nog maar even heel snel eventjes toch wat, wat Pokémon killen. Met name natuurlijk wat rode bosses hopelijk. Om op die manier, ik wil een gele krijgen of course, op die manier natuurlijk aan masterballen te kunnen komen. Is natuurlijk alleen maar weer een voorbereiding in het vervolg uiteindelijk, dus dat is alleen maar super chill. En daarbij komt natuurlijk ook kijken dat het op dit moment dag is. Dat we een rare candy krijgen. En ja, in de dag spannen er wel legendaries. We kunnen in ieder geval wel gaan voor één. Dat is natuurlijk de Celebi. Maar...
hè, ik ben wel op dit moment op het punt gekomen dat ik denk van... Yo, het is absoluut geen overbodige luxe om legendaries te vangen met een masterbal. Zeker het feit dat de legendaries... Fucking waarom doe ik trash? Zeker het feit dat ik de legendaries die ik nu nog moet hebben amper spawnen. Dus zul je dadelijk zien, als ik ermee in gevecht ga, zullen ze instant doodgaan. En dat zijn ook van die dingen wil ik eigenlijk niet op mijn rekening hebben. Maar you never know. Volgens nog gaat het in ieder geval goed en we kunnen gewoon rustig door. En ja, wat ik zei, we vullen ondertussen toch ook nog een orpje. Totaal niet nodig, maar aan de andere kant, dit is natuurlijk ook weer hetzelfde verhaal als de Ditto. It might be a shiny. Ik bedoel, het kan zomaar in één keer een shiny Moltres worden. Hey, you never know. Wat we trouwens ook wel kunnen doen, mensen. Oeh, dat is trouwens wel... Dat ik denk van, ja... Als ik deze orb uiteindelijk vol heb, hè... En ik weet uiteindelijk zo'n rode bos vinden. Kom op, doe maar even snel die masterbal. Doe maar even die masterbal. Kom op. Fuck. Dan kan ik het natuurlijk op zich ook wel zo doen. Dat als ik deze orb vol heb en ik... Wacht eventjes mensen. Wederom een rode Gengar. Doe maar even die masterbal. Dan weet je niet. Wat ik dus wil zeggen. Als ik dus mijn orb vol heb. Dan kan ik toch net zo goed als ik dan uiteindelijk dus wederom een Moltres. Inspant de zaakjes. En dan veranderen naar een shiny. Like, yo. Ik doe mijn moeite ervoor. Ik moet gewoon mijn kills ervoor maken. En uiteindelijk verander ik hem dan gewoon naar een shiny. Like, yo, waarom zou ik dat niet doen? En natuurlijk, je hebt hem dan niet helemaal legit gekregen. Alleen, tegelijkertijd heb ik natuurlijk wel dan een legendary shiny. In de zin van, yo, ik heb wel moeite ervoor moeten doen om natuurlijk gewoon de orb te vullen. Want dat, zoals je kunt zien, dat ben ik natuurlijk nu gewoon aan het doen. Ik ben nu gewoon de orb aan het vullen. Voor een nieuwe. Wat mij betreft mogen jullie er wat over achterlaten in de reacties. Wil ik toch al bijna wel 100% zeker weten dat ik dat wil gaan doen. Want ik vind het wel gewoon een heel erg vet idee. En we moeten natuurlijk ook niet bij, weet ik wat, hoe ik het moet zeggen, hoe je het ook bent of verkeerd. Doordat hij shiny is, wordt je Pokémon niet beter. Hij ziet er alleen anders uit. Dus ja, waarom niet? Dus gaan we dat ga ik in ieder geval sowieso doen. Of je het er nou mee eens of niet, kappa. Wat dus inhoud is, ik kan gewoon mijn orbs blijven vullen. Dan kan ik dus uiteindelijk gewoon dus gaan voor dus wederom een van de nieuwe, of niet een van de nieuwe. Dan kan ik dus gewoon gaan voor een legendary. In dit geval dan de Moltres. Als ik dan uiteindelijk die Moltres heb, dan kan ik er dus dan een shiny van maken. En dan heb ik een shiny Moltres. Nou, hey, dat is nog eens een mooi systeem, dacht ik zo. Dan heb je er tenminste ook wat aan. Want kijk, ik kan wel gewoon hopen dat het een shiny wordt. Alleen die kans is toch zo klein. Dus ja, we gaan in ieder geval lekker op die manier doen. Wat ik al zei, jullie kunnen zeggen van, nee Duffy. Maar het antwoord is toch al ja, kappa. Heb ik nu net beslist. Ik zie ook dat het dan dusk begint te worden. Dus ik ga snel naar de savanne toe te peeën. En dan gaan we morgen meteen daar bedenken maar beginnen. De hopen natuurlijk op een Raikou. Dan zeg ik voor nu mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Duffy meer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.